De denktank Itinera reikt politici, maar ook de kiezers, een aantal handvaten aan om hervormingen in de toekomst aan te pakken. We gaan het vandaag hebben over competitiviteit met Johan Albrechts. De competitiviteit, we weten al langer, daar is heel veel werk aan de winkel en het is een oud zeer. We gaan het toch behandelen, namelijk de lonen. Wat hebben jullie vastgesteld? Wel, we hebben gekeken naar de evolutie van de lonen tussen 2002 en 2009. In 10 industriesectoren, in ons land en in een paar buurlanden. En daaruit blijkt dat in ons land de loonevolutie eigenlijk maar voor 30% aansluit bij de evolutie van de productiviteit. Terwijl in onze buurlanden, Duitsland bijvoorbeeld, dit veel hoger is. En dat betekent dus eigenlijk betalen wij hogere lonen dan onze evolutie van de productie toelaat. Terwijl onze buurlanden wel nauwer dat verband kunnen eigenlijk volgen. Ja, dus die federale loonnorm is eigenlijk een anachronisme geworden? Wel, die blijkt niet af te leveren wat toch ergens de bedoeling was, namelijk onze bedrijven concurrentieel kunnen houden ten opzichte van onze buurlanden. Dus we moeten toch wel dringend al die instituties en die mechanismen gaan herbekijken om wel ervoor te zorgen dat wat hier gebeurt aansluit bij de evolutie van de productiviteit. Ja, wat stelt u concreet voor? Wel, we moeten toch wel misschien wat minder kijken naar het volgen van de levensduurte, maar het volgen van de productiemogelijkheden in onze verloning. Zeker en vast voor sectoren die moeten gaan internationaal concurreren. Oké. In jullie rapport hebben jullie het ook over de technologische industrie, namelijk de high-tech industrie, die ontzettend belangrijk is voor België. Ja, ook de high-tech industrie bekijken we, maar ook alle technologiegebruikers globaal gedefinieerd. U kan ook in een low-tech omgeving een technologiegebruiker zijn. En die sectoren zijn zeer belangrijk, omdat daar net eigenlijk de jobcreatie is gebeurd in de afgelopen jaren. De afgelopen 10 jaar is de tewerkstelling in de high-tech sectoren en de technologiegebruikende sectoren gestegen met 22%. Dat is niet het geval in de rest van onze economie. Dus willen we op lange termijn concurrentieel blijven, moeten we toch wel ervoor zorgen dat genoeg mensen zich richten naar het gebruik van technologie bij hun onderwijskeuze. Dat kunnen onze bedrijven van de toekomst ook beroepen op die mensen. Dat is zeker en vast een belangrijke aanbeveling. Ja, en dat is nu net problematisch, hè? Veel te weinig mensen kiezen voor een technische richting. Je hebt daar heel die onderwijsdiscussie. Hoe ziet u daarnaar? Wel, ik wil even benadrukken dat in onze buurlanden het percentage van mensen die het hoger onderwijs verlaten met een diploma wetenschap en technologie aan het stijgen is. Beperkt weliswaar, maar in België daalt dat percentage. En dus wij wijken af van de Europese trend, hè? Nu, je moet niet alleen het gaan, denk ik, oplossen door te denken over onderwijshervormingen, maar je moet gewoon beginnen het dagdagelijkse leven in de onderwijssystemen, technologie proberen optimaal te gebruiken. Door die te integreren en hierdoor alle leerlingen en studenten eigenlijk te confronteren met de baten van technologie en hiervan een soort routine te maken. Dus ik denk eerder dat eigenlijk het koppelen van technologie in de vakinhoud op zich meer belangrijk is dan structuren te hertekenen. Oké. Volgende week trouwens meer over onderwijsbeleid in onze aflevering met Itinera Instituut. Nu, een van de alarmerende zaken die u daar aanhaalt in het rapport is dat we ons er rekenschap van moeten geven dat automatisering niet alleen zich zal doorzetten in de industrie, maar ook in de dienstensector. Ja, net daardoor is het belangrijk dat je bij je studiekeuze kiest voor de groeisectoren in de economie. Technologiegebruik wordt alsmaar belangrijk en wie kiest voor een job in die sectoren, die zit misschien wel safe. Terwijl dat in heel wat sectoren die makkelijk te vervangen zijn, zien we nu eigenlijk al heel veel job verliezen en veel minder toekomstmogelijkheden. En dus uiteindelijk het diensten gebeuren gaat op lange termijn ook radicaal veranderen. Je kan je best wapenen door gebruik te kunnen maken van nieuwe technologieën bij je opleiding al. Oké. Dus ouders, jonge mensen, u bent bij deze gewaarschuwd. Johan Albrechts, dank u wel. Okay. Tot morgen.